Slachtoffer schietpartij overleden. Nieuwe feestverlichting voor binnenstad. Gratis clubhuis af te halen. En moeten we examen spreiden? Welkom bij het Unity TV-nieuws van donderdag 16 juni. De man die dinsdag werd neergeschoten op de kruising van de Rooseveltstraat met de Gieterijstraat in Leiden is overleden. Er werden meerdere kogels op hem afgevuurd. Het 50-jarige slachtoffer werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht en hij is donderdag aan zijn verwondingen overleden. De politie gaat ervan uit dat er gericht op de man is geschoten. De politie bevestigde woensdag dat het slachtoffer al eerder werd beschoten in Amsterdam. Het zou gaan om de 50-jarige Zenel, directeur van een bouwbedrijf. Getuigen zeggen dat er een zwarte Volkswagen Caddy bij de schietpartij betrokken was. Agenten hebben zo'n auto op de Telderskade in Leiden teruggevonden. De Volkswagen is voor onderzoek in beslag genomen. De politie vraagt mensen die hebben gefilmd voor of tijdens de schietpartij de beelden in te leveren. De binnenstad heeft nieuwe feestverlichting nodig. Dat vindt het centrummanagement. 13 jaar geleden zijn de eerste lampjes opgehangen in de bomen. Dat gebeurde op de Nieuwe Rijn toen Ruud Witteman, eigenaar van onder andere Einstein, met de pet rondging om geld op te halen voor de lampjes. De laatste jaren is de feestverlichting over de hele stad verspreid, van de Haarlemmerstraat tot de Breestraat. Je kan het je haast niet voorstellen op deze mooie dag, maar altijd vanaf november tot en met februari hangt de sfeerverlichting in de binnenstad. Hè? Die mooie lampjes in de bomen en ook de guirlandes, het mooie woord van de slierten die over de straat heen gaan. En we doen eigenlijk een oproep nu, want het is allemaal toe een vervanging, maar een oproep aan alle ontwerpers, lichtkunstenaars, om een heel gaaf ontwerp te komen wat echt past bij de Leidse binnenstad. En die inzendingen kunnen allemaal tot 15 juli binnenkomen. En dan gaat een jury zich erover buigen en een keuze maken. En dan gaan we dat vanaf 1 november invoeren in de Leidse binnenstad. Met de ontwerpen kan de stad de komende 3 jaar aan de slag om de lampen te vervangen en de binnenstad nog aantrekkelijker te maken. In het winterseizoen tussen 1 november en 1 februari moet de stad dan weer feestelijk verlicht zijn. Ideeën inleveren kan via www.centrumvanleiden.nl. De gemeente Oegstgeest geeft een gratis clubhuis weg. Het voormalige clubhuis van jongerencentrum Friends naast zwembad Poelmeer is niet meer in gebruik en moet weg. De gemeente doet een oproep aan clubs, verenigingen, stichtingen of andere organisaties die interesse hebben om het pand af te breken, af te voeren en elders weer op te bouwen. Het clubhuis aan de Lange Voort heeft een oppervlakte van circa 120 vierkante meter en staat op een stalen frame. De bouwkundige status is matig. En geïnteresseerden kunnen contact opnemen met team vastgoed van de gemeente Oegstgeest via 14071. Het pand dient uiterlijk medio augustus te zijn verwijderd. De gemeente Leiden doet onderzoek naar een kantoorpand voor haar medewerkers ter vervanging van het huidige stadsbouwhuis en het stationsplein 107. En ook wordt het stadhuis heringericht. Zo wil de gemeente haar dienstverlening aan de stad verbeteren. Het stadhuis wordt heringericht voor bestuurders en de ambtenaren die hen het meest ondersteunen. En ter vervanging van het Stadsbouwhuis en Stationsplein 107 wordt gezocht naar een aanvullende locatie voor de huisvesting van ambtenaren. De gemeenteraad behandelt naar verwachting het kaderbesluit voor de zomervakantie in de gemeenteraad. De regionale jongerenwebsite hoezitdat.info heeft onlangs een totale metamorfose ondergaan. Jongeren zijn nauw betrokken geweest bij het ontwerpproces. De site is geschikt gemaakt voor mobiel gebruik via smartphone of tablet. Het resultaat is een website met een modern uiterlijk en verbeterde navigatiemogelijkheden. We waren echt toe aan een nieuwe website. We hebben hem helemaal responsief gemaakt en daarvoor hebben we input gebruikt van jongeren. We hadden van tevoren al feedback gekregen op de vorige site. Veel jongeren vonden hem wel leuk, maar er waren wel wat opmerkingen over. En dat kwam van verschillende kanten. Het is een regionale website immers. We zijn bij Exposure geweest in Leiden. Een groep jongeren heeft daar meegekeken met de ontwerpideeën. En we hebben meerdere sessies gehad. En eigenlijk al hun opmerkingen zo goed mogelijk verwerkt in het nieuwe ontwerp. En ze waren uiteindelijk zeer te spreken over het eindresultaat. Op hoezitdat.info vinden jongeren niet alleen antwoorden op hun vragen, maar ook leuke weetjes en berichten van andere jongeren. Het doel van de website is dat jongeren tussen de 12 en 23 jaar onderwerpen kunnen vinden waar zij zich mee bezighouden en dat het een betrouwbare informatie is en ook informatie waar ze wat aan hebben. En sowieso staat er meer informatie op de site. Daarnaast is die ook vernieuwd met veel meer filmpjes, veel meer testjes. Er komt elke dag eigenlijk wel iets nieuws
op. En nou, daarmee hopen wij en verwachten wij dat we de jongeren tegemoet komen in de vragen die zij hebben over nou, met hun ontwikkeling. Veilig van en naar school kunnen fietsen is belangrijk. Daarom wordt op de Nuts Basisschool in Voorschoten het gehele jaar intensieve verkeerslessen gegeven. En hiervoor heeft de school voor de tweede keer het School op Safe label gekregen. Het belangrijkste is denk ik dat je goed communiceert met de anderen in het verkeer. Want het verkeer is geen spelletje. Dus het, ook al lijkt het een hele veilige situatie, moet je vooral opletten dat het echt veilig is. En geen voorrang neemt, maar geeft en kijkt of je voorrang krijgt. We zijn van de Nutschool, we houden van verkeer. We houden van verkeer en van je hela, 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 hola, Wel eens kinderen zo enthousiast zien worden van verkeer? Nee, maar hartstikke leuk. En fijn dat het hier zo goed georganiseerd is in de Nutschool. Al 8 jaar worden de verkeerslessen op de Nutschool gegeven. De verkeersregels worden er zo vanaf jongs af aan ingestampt. Veilig oversteken, over een schouder kijken, goed hun ogen en oren gebruiken en rekening houden met andere weggebruikers. Dat vinden wij heel belangrijk. En zo kan Voorschoten een veilig fietsdorp zijn voor jongeren. Ik denk dat het een heel veilig dorp is om te fietsen. Ja, dat zie je gewoon dagelijks als ik buiten op straat ben. En dat blijkt ook uit ongevallencijfers die gewoon heel, heel laag zijn hier in Voorschoten. De leerlingen van de Nutschool kennen de regels dus wel. Nu de automobilisten nog. Soms dan gaan ze veel te hard op een plek waar je maar bijvoorbeeld maar 30 mag. Vaak rijden ze veel te hard of kijken ze niet goed uit als ze een bocht maken. En dat is vooral bij kinderen die net naar de brugklas gaan of naar de middelbare school. Die letten dan ook niet zo goed op, dus dat is wel gevaarlijk. Dat is ook heel belangrijk dat ze zich bewust zijn dat we hebben een heleboel verkeersregels. Maar dat niet iedereen, ook volwassenen en vaders en moeders, zich daar helaas niet altijd aan houden. Dat ze daarop voorbereid zijn, zodat ze daarop kunnen anticiperen. De Nutschool heeft het tweede certificaat School op Safe gekregen. Over 3 jaar komen ze in aanmerking voor een derde. Er gaan stemmen op om scholieren de gelegenheid te geven 2 keer per jaar examen te doen. En wat vindt de Leidse regio hiervan? Ja, lijkt me beter eigenlijk. Omdat je dan een beetje verspreid kan leren. Dus ja, lijkt me wel beter. Nou ja, als de stof dan al behandeld is, zo vroeg in het jaar, dan hoef je minder in 1 keer te leren. Dus ik denk dat wel goed is. Niet zo'n heel goed idee. Nou ja, best wel goed eigenlijk. Omdat je dan zeg maar 2 keer heel zenuwachtig wordt. En ik vond het eigenlijk wel prima te doen in 1 keer. Stel, jij zou nu eindexamen doen. Zou je dan de vakken doen waar je slecht in bent eerst? Of juist de vakken doen waarin je goed bent? Nou ja, in eerste instantie waar je slecht in bent. Zodat je meest voorbereid bent voor je vak eigenlijk. Waar ik goed in ben. Ja, dan heb je denk ik wat meer motivatie om voor je slechtere vakken nog beter te leren. Ik zou eerst de vakken doen waar ik goed in ben. Omdat je dat dan maar hebt gehad. En dan nog het weer. Overdag was het zonnig met enkele wolkenvelden. Er stond een matige wind uit het noorden en de temperatuur raakte de 20 graden aan vandaag. De weerfoto van vandaag is gemaakt door Nino Koot in Leiderdorp. En vanavond en vannacht slaat het weer om met flinke regenbuien en kans op onweer. De minimale temperatuur komt uit op de 14 graden. Morgenochtend blijven de buien nog even aanhouden. Later klaart het geleidelijk op, maar er is nog wel sprake van bewolking. De maximale temperatuur wordt dan 18 graden. Dan kijken we nog even naar het weer voor de rest van de week. Het wordt steeds beter in de regio. Zaterdag is het nog wisselvallig. Daarna krijgen we voornamelijk de zon te zien met hier en daar wat wolken. Het blijft de komende week droog en de gemiddelde temperatuur ligt rond de 20 graden. En tot zover deze uitzending van het Unity TV Nieuws. Vrijdag om 6 uur melden we ons weer met een nieuwe uitzending. In de tussentijd houdt u op de hoogte van het laatste nieuws via Unity FM op 105.7 FM en via onze website www.unity.nu. Ik wens je nog een hele fijne dag.